Kewe kiest hier eens voor een korte weg. Meestal nam hij een lange uittrap. Maar daar had hij eigenlijk weinig succes mee. Want de bal kwam steeds weer terug. Moest opbouwen van achteruit via Bogers. En daar voor de eerste keer de rond. Goede versnelling onderweg daar van deze Bogers. Ineens gaat hij daar weg bij Heinze. Maar de bal hangt te hoog om lekker te raken. Ingooi van Streppel richting Bogers. Ingooi, RKC. Een van de dingen die deze Maas beheerst is dit. Hij heeft een goede ingooi. Jalink. En RKC wordt eigenlijk ietsje vermeteler. Jalink verschijnt eigenlijk steeds meer in de buurt voorin. Nu organiseert hij wel weer wat achterin. Hij is wat aanvallender gaan spelen dan hij in het begin was, die middenvelder. Streppel. Streppel is sterk en is handig en scoort. Ja, zo vaak kwam hij in het stuk nog niet voor. Maar nu pikt hij zijn doelpunt heel bekwaam mee. Hij zet daar de man met wie onderweg is aardig weg. Hij krijgt dan zijn kans. Barry van Aarle houdt hem niet tegen. En Streppel zorgt voor 1-0 voor RKC. Na ruim een half uur. Berends, Vanenburg. Kort voor rust, Kieft. Numan. Vanenburg. En Thewe bekeek dat en wist dat hij de situatie meester was. Dat Vanenburg nooit kracht kon zetten. Brands. Bogers rent. Geeft op tijd de duw en geeft de kans aan Hoekstra en die scoort 2-0. En zo pakt RKC weer een doelpunt nu in de tweede helft. Het is geduldig, het wacht PSV bekwaam op en het zoekt naar die spaarzame kans. En hier is die goede kans. Door Bogers voorbereid, afgemaakt door Hoekstra. Ingooi van Maas. Bogers. Vrije trap van Jalink. Niet buitenspel. Nou, dan is dit de uitgelezen kans om er 3-0 van te maken. En dat doet Van Hoogdalen. En zo wordt PSV toch lichtelijk ontluisterd op eigen veld. Die vrije trap wordt daar neergelegd. En het poveren van de ploeg van vandaag blijkt uit de situatie zoals die daarna ontstaat. Van Hoogdalen kan rustig aannemen en helemaal vrij uit. Voor 3-0 zorgen. Van Aarle. Nu is Berends weer teruggevallen naar zijn rechtachterplaats. En zo staat de PSV doorlopend eigenlijk met 4 man achterin. En is er op het middenveld een schromelijk gebrek aan krachten.
Linskens probeert hier eens een bal af te nemen, maar is toch verder onzichtbaar. Zoals Vanenburg dat is, zoals ook de hardlopende Numan dat is. Dat is een kracht van RKC, lichamelijk sterk. Als je Zoomstra neerzet, daar ook zo'n streppel, dan staat er wel wat. Richardson, Bogers ruikt het kans in het midden. Streppel komt naderbij. Bogers, goed aangenomen. Waarmee hij Faber volledig in het oogje neemt. En dan is het naast. Verbeek. Net een beetje geschrokken van een overtreding van Hoekstra. Nu weer kleur gekregen. Maas. Gaat Bogers weer. Ja hoor, daar ligt hij weer voor Streppel. En voor Jalink is het deze keer tegen de paal. Ja, RKC had een monsterscore hier kunnen halen. Maar Jalink besluit om tegen de paal te schieten. En Kieft toont aan dat hij ook geschrokken is van deze wedstrijd. Want anders springt de bal niet van je voeten. Leo van Veen, die nog niet zeker is van de ploeg die hij volgend jaar mag leiden, heeft hier in ieder geval een hele vrolijke avond in Eindhoven.